franchement, je pense que des fois, on ne nous intéresse pas beaucoup. On nous apprend des choses qui ne sont pas très intéressantes. Je veux dire, c'est... Voilà, quoi. Il y a des choses, tu te dis... Par exemple, si je vous dis ce soir, ici, racine carrée de 25, vous dites... 5, ok. Et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc? Tu t'es déjà dit, en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait, cette racine, sinon on était dans la merde. This is for 16,000. Which of these square numbers also happens to be the sum of two smaller square numbers? 16, 25, 36, 49. I'm going to go with the audience on this, and I'm going to say A, final answer. Oh, Ryan, the audience is not right. I'm sorry. It was B. It was 4 squared plus 3 squared is 16 plus 9 equals 25. I'm sorry, Ryan. Ryan's Een stratenmaker gebruikt vaak een rechte hoek die hij maakt met het 3-4-5-steek. Het nulpunt op het streepje, ja? Dat is punt A. Moet je dat erbij zetten ook? Nee, dat hoeft niet. Nou. Dat is gewoon voor in je hoofd. Dan 3 meter verderop naar punt B. En dan vanaf punt A gaan we hier zo. Hier heb ik een tegel neergelegd. Dat wordt dan punt C. En die moet precies 4 meter zijn. Dan zet ik een kwart cirkel. Zo. Ja. En dan moet het nulpunt op dat andere streepje gehouden worden. En dan vanaf punt B naar punt C. Dat moet precies 5 meter zijn. En dan zet ik weer een kwart cirkel op de tegel. En dan hebben we hier een kruisje. Bij de stoeprand is een rechte hoek ontstaan. Dat klopt altijd. Als je het goed doet wel, Johan. De 3-4-5 steek. Ja, 3-4-5. 3 meter langs de stoeprand. 4 meter naar de tegel. En vanaf de andere kant van de stoep is het 5 meter. Een latte driehoek met zijden 3, 4 en 5. 3 en 4 zijn de rechthoekzijden, 5 is de schuine zijde. Controleer daarmee of de hoeken van de vloer na het betonstorten recht zijn. Je pense que des fois on nous intéresse pas beaucoup, on nous apprend des choses qui sont pas très intéressantes. Je veux dire, c'est...